Het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, wordt niet meer geïncorporeerd in de Anton de Kom Universiteit. Dat is het resultaat van het gesprek tussen de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, en de voorzitter van de BVL-ALS, Wilgo Valies. Het IOL zal wel een transformatie ondergaan vanaf het komend schooljaar 2018-2019. Het krijgt dan een academische status en zal voortaan heten de Academische Lerarenopleiding, ALO. Er zal wel een samenwerking zijn met de Anton de Kom Universiteit, zegt Valies. Dus dat betekent dat het instituut blijft bestaan. En dan gaan we in principe binnen dat instituut werken aan kwalitatieve verbetering van het onderwijs. En wel in samenwerking met de universiteit. Zeker wanneer je zou gaan beginnen met die nieuwe opleiding, moeten de curricula zonder meer worden aangepast, want het wordt een academische opleiding. En dat zal dus in samenwerking plaatsvinden met de universiteit. Dus universiteitsdocenten zullen dus ook in gemeenschappelijke in commissiezitting nemen, waarin ook IOL-docenten zitting zullen nemen. En dan zal er dus gewerkt worden aan curricula en alle andere noodzakelijke werkzaamheden die daaraan vooraf moet gaan. De nieuwe ontwikkeling betekent ook dat de lerarenopleiding zijn managementteam blijft behouden. Dat zegt Valies. We hebben afgesproken dat er een managementteam komt onder leiding van de heer Marshall, Edwin Marshall. Die dus is afgevaardigd door de minister, dus om dat werk te doen. Dus het managementteam zal dat proces begeleiden. En dat is prima. En daarnaast heeft dus de minister dus tenminste aangevraagd om dat zeg maar een gemeenschappelijke basisjaar komt. Dus welke richting je ook kiest, je moet dat gemeenschappelijk basisjaar volgen voordat je kan kiezen voor een bepaalde vakgebied. Snap je? Dat is dat instapgedeelte. Ja, dus het moment dat je binnenkomt, krijg je een gemeenschappelijk basisjaar. En na dat basisjaar, dan mag je dus gaan kiezen voor een specifiek vak of vakrichting. Ja. Geldt dat ook voor studenten met een VWO-diploma? Nou, kijk, wanneer je gaat praten over academische leraaropleiding, dan is het sowieso de toelating VWO. Dat was Wilgo Valies, voorzitter van de BVL-ALS. Het IOL wordt niet meer geïncorporeerd in de Anton de Kom Universiteit, maar zal een naamsverandering ondergaan.